Ja, Thijs de Vries, hoe is het? Ja, kan beter. Best wel hard gevallen. Dus ja, ik heb wel veel last van mijn been. Wat gebeurde er? Er lag een bidon in een bocht, in een flauwe bocht. En ik heb die bidon niet gezien. Dus ik rijd er overheen. En daardoor schiet mijn stuur uit mijn handen. En rijd ik de berm in en daar ligt zo'n hele hoge steen. En daar klapte ik volop. Dus ik ging er, zeg maar, op mijn buik ging ik er overheen. En toen? Ja, en toen best wel veel pijn. Wel 5 minuten achter, denk ik. Dus het was een lastige etappe voor mij. Alleen in de finale kwam ik er wel een beetje doorheen. Werd de pijn iets minder. En ik verlies geen tijd. Ik word 15 of zo, denk ik. Dus dat is nog wel dat is nog iets. Kun je jezelf toch vanavond verdapperen om toch dat klassement in ogen te houden? Ja, ik hoop het zal afhangen van mijn been. Ik heb er best wel een klap op gemaakt. Dus even goed verzorgen vanavond en dan kijken of het morgen een beetje beter is. Nou ja, de tijdrit duurt nog een dag langer, dus dat is misschien een voordeel. Ja, inderdaad. Misschien morgen een beetje zo'n rit als vandaag. Dus dat is ook heel lang is dat redelijk rustig. Dus misschien dat gunstig is voor mij.